I'm done. Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we met 3 cutstreaks gaan spelen. Oh, die zag ik eigenlijk aankomen. Ik zou mijn teammate uitgaan. Vandaag gaan we dus met 3 cutstreaks gaan spelen. Namelijk de H6D. Of de R6D heet het nu. Ja. De dart en de UAV. Ja, de UAV is eigenlijk niet echt kut. Maar het zijn eigenlijk de 3 laatste streaks. En die wil ik vandaag heel de tijd gaan halen en kijken wat de reacties van de enemies zijn. Want als je heel de tijd de H6 die je tegen hebt, kan ik alvast zeggen, dat is niet echt zo bepaald zo fijn. Oké, dat was echt raar. Het is niet echt bepaald fijn als je dat heel de tijd tegen je hebt. Dus we gaan even zien hoe de enemies hierop gaan reageren. Ik hoop dat ze het goed opnemen. Volgens mij achter een paar streakjes dat ze mij al beu zijn, dus oh, wat? Oké, die vent had ghost aan. Die vent had dus ghost aan, blijkbaar. Wauw, moeten dus opletten waar iemand heeft ghost aan. Ah, we hingen wel hard. Hoeveel hingen we? 9 om 0 eigenlijk, want ik ging meteen aan het begin dood. Oké, onze dart. Even, hoe werd dit ding zelfs? Oh! Ik heb hem verkeerde knopje gedrukt waarschijnlijk. Jongen, het begint nu al goed. Oh, wat, ik kan hier ook niet meer rijden. Hier ze, op je bakjes. Oké, dus we moeten even kijken als we straks weer een dart halen. Hoe we dat ding moeten afvuren, want ik weet niet, op Black Ops 3 kon je natuurlijk een paar schoten afvuren. Ik weet niet of het weer zo is, ik probeerde het eigenlijk. Maar dat ging niet echt zo goed. Dus we moeten even zien hoe dit allemaal werkt. Oh, heerlijk. Heerlijke wallbang. Oh, die ligt hier gewoon op de grond, joh. Helemaal loco, deze mensen. Oh, kut, dat was niet echt zo handig. Ja, die zag ik aankomen. Oké, vriend, pakken! Ah! Oh. Deze blijft altijd leuk, hè. Die warmachine blijft een van mijn leukste specialisten. Die ik kan gaan gebruiken. Wat? Ah! Ik snap niet hoe het event niet dood kan zijn. Maar ja, het zal wel weer. Ik snap zoveel dingen niet aan Call of Duty. Dog deck voor mij. Dog deck voor mij. Oh, killstealertje voor mij. Hoppa, nog een dogdekje erbij. Daar zit hij dan, hoppa. Zit er nog eentje boven te snipen, die heb ik ook. En ah, in mijn rug! Ryan, het is wel de bedoeling dat je je scorestreaks haalt. Het zijn de laatste scorestreaks en ik haal ze nog. Ah, ik maak wel de kills, maar ik had er net heel de tijd voor dood. Natuurlijk, voor scorestreaks te halen moet je scoren halen, moet je punten halen. Maar het is niet altijd zo even handig als mensen je killen als je ze bijna hebt. Maar kan je regelen naar boven? Nee, dat kan niet. Ja, dat kan. Er ligt nog een dogdekje boven. Weet je wel, we gaan gewoon die dogdek op. Kan geen kwaad zijn. Weer 50 punten in de pocket. Hey, echt camper, vriend. Ha! Oh, moet je niet gaan campen, vriend. Ah, wat? Oh, is dat... Alsjeblieft, span... Oh nee, ik span niet, ik span verkeerd. Ik dacht, ik ga daar spannen weer. En ik knal gewoon hem door de muur. Oh, nee. Oh, vieze camper, joh. Oh, dat is echt een viesterd. Had ik de dog dekt? Oh, je hebt de dogdeck al. Laat me zitten. Mag ik deze dogdeck? Ah, zet. Echt waar, vriendjes? Oh, wow. Echt. Die vent zit toch godverdamme te campen, joh. En die is zo'n klein beetje ook is dan 25-10, joh. Kom op. Het zijn echt kleine scorestreakjes, Ryan. Haal die.
Haal die even. Enemy UAV above. Oh, kut. En mijn rug. En mijn rug. Oh, kut. Dat is op mezelf. Auw. Oké, waar is die fan? Ik weet niet waar die is, maar... Volgens mij komt er hier eentje. Al die timing, die timing. Ja, dat dacht ik, al die timing. Oh, wat maakt die headshot? Oh, serieus. Serieus. Serieus, vriend. Oh. Ik heb jou blijkbaar. Ik dacht dat er een enemy stond. Het was op zo'n plakkaatje. Nee, joh. Oh, wacht. Nu kan die vent hem krijgen ook. Nu kan die vent hem krijgen ook. Ja! Oh, dat is ook gewoon mijn doel. Oh, thanks. Helemaal warm. Misschien verneukt voor één kill. Maar dat was echt gewoon mijn doel. En die heb ik ook bereikt. Oh, we halen echt die ene score streep niet. Oh, Ryan, hoe kan je zo zeggen? Ja, hij raakt mijn shield. Oh, komt er twee hier? Ah, kutzooi! Ik wil te snel die dogdecks pakken, maar dat is niet echt zo handig, denk ik. Natuurlijk ook wel lastig, kill confirmed. Om die te halen, natuurlijk. Ja, het is niet lastig. Maar je moet zeg maar die confirms ook zien te krijgen. Als die DM was, kreeg je 100 punten per kill. En dan moest je niet eens een dogdeck pakken. Maar hier moet je kill maken en de dogdeck pakken voordat je 100 punten hebt. Dus hierna doe ik waarschijnlijk nog één potje. En ik hoop ook dat het TDM potje is. Waar we echt wel 100 punten per kill kunnen meteen krijgen. Op zich kan het wel hard. En we hebben onze streaks nog wel gehaald. Oké, roep ze meteen helemaal anders het potje voorbij. Kom op, Dart! Gaan! Donate. Oh, je kan niet afschieten of dingen afschieten, zie ik. Ah! Oké, we hebben een kill. Oh, wat is dit voor killcam? Oh my fucking god. Dit zagen jullie dus echt niet. Ik roep mijn H6D in en ik begin meteen, zeg maar, op mijn schietknop te drukken. Ik weet niet waarom ik het deed. Maar ik begon meteen gewoon te schieten en ik ontplof dat ding op mezelf. Wauw. We doen gewoon nog één potje erachteraan. En hopelijk halen we er meer. We hebben wel een vette score, ik weet niet hoeveel we hadden. We hadden 40 kills en wat 17 deaths. Dus ik vond het eigenlijk nog best mooi, dus we gaan gewoon het... tweede potje. Alright boys, potje nummer 3 en deze map heet Contraband. En het is weer kill confirmed helaas. Verder kan ik er niks aan gaan veranderen. Maar we gaan proberen wel meer streaks te gaan droppen. En we maken een eerste kill, dus dat is een goed begin. Worden we meteen gekillstealed. Gaan we niet dood. Dat is ook een goed begin. Nu moeten we dogdex. Nee! En hou dood. Kut, hoezo is dat? Die vent heeft een thermoscope. Kom op. Nou, je weet al dat er één camper in het vijandelijk team zit. Dus we moeten gaan opletten. Lukt het ons? Om. Lukt het ons? Om. Hoeveel punten? 450 punten te halen. Nou, hey, wake up. We worden gewake-upt. Door Rick. Maar Rick, ik kom zo bij je terug. Dus we moeten 450 punten zien te halen. Maar... 450 punten... zijn echt, oh, heel veel punten. Eigenlijk is het totaal weinig, maar ik ben gewoon te slecht om die te halen. Weet je wat het is, hè, jongens? Als je iets probeert te halen, dan lukt het je niet. Als je het niet probeert te halen, dan lukt het je wel. Nu moet ik echt die H6D zien te halen. En die darts ook zien te halen.
Maar nu lukt het niet, omdat ik weet, ik moet ze halen. Werden dat ik zo meteen als ik een potje zou spelen niet opneem. En dat ik zo gewoon niet wil halen, dat ik er 20.000 haal. Het is altijd zo bij zo'n challenges. Ja, haal dit, haal dat. Zelfs mij iets zoeken. Ja, zoek nu zeg maar een RPG. En Blackout, zeg maar. Ja, dan ga je het ook niet vinden waar je moet het vinden. Dat is altijd zo. Net zoals de enemies. Ik moet enemies vinden, maar ik vind er nu ook geen meer. 45 punten moet ik halen. Dus hij countert helaas. Maar... alsjeblieft, kom. Piep, 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 piep. Oh. Ik dacht dat er al iets lag. Oh, boys. Sprayen! Nou, bij sommige mensen helpt dat. Bij mij... helpt dat dus niet. Kom op, 45 punten. 45 punten. Thanks, teammate. Thanks, teammate. Oh my god. En mijn hond zit te blaffen als een mogol. Kap even met blaffen! Zo. Zo doe je dat. Oh, oh, kut. Wat verdomme. Kut, race de wire. Venus, one shot! Bij mij confirm, bro. En dan ga ik even hier gaan zitten. Zo. Even UAV herroepen. Ik wil eigenlijk mijn daart en zo gaan herroepen. Maar ik sta hier midden in het vijandelijk gebied. Oh my god, enemies hebben een chopper. Een chopper? Waar? Hoe komen ze aan een chopper? Weet je hoe beast ik ga? Eigenlijk totaal niet, maar... wacht, ik wil iets gaan doen. Oh nee, dat gaat niet werken, dat gaat niet werken. Enemies, 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 waar zijn jullie? Waar kan ik dat ding laten neerstorten? Dat ding vliegt echt heel snel. Oh, bomen. Door de bomen en door het moeras. Daar! Daar! Nee, de skill stealt! Nee! Nou, haal ik zo'n ding, maak ik ook weer geen kill. Echt verschrikkelijk, dit. Haal ik zo'n ding, wordt meteen kapot geschoten. Echt verschrikkelijk, dit. Gatsidari. Dat is altijd hetzelfde. Of ik haal ze, maak ik geen kill. Of ik haal ze helemaal niet. Dat is altijd iets met die dingen. Altijd iets. Daarom zijn het ook gewoon kutstreaks. Maar je kan er eigenlijk best wel veel kills mee oppakken. Maar het zijn eigenlijk echt gewoon kutstreaks. Kijk, oh, komt hij terug. Hey. Auw, Emmer. Allee, jongen. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Moet ik een keer op je muur slaan? Ah, ah, ah. Nou, het is West-Vlaams, jongens. Het betekent ook helemaal niks. Zoek het vooral op YouTube of op internet. Maar het betekent niks. Ah, kut! Ah, kut. Echt waar. Weet je wat? Laat ook gewoon maar zetten. Laat ook gewoon maar zetten. Thanks voor de confirm team. Thanks voor de kill enemy. Hoeveel seconden nog? Of hoeveel minuten nog? 4,5 minuut. Oké. Okay. Kun je even zo'n deploy beacon shit neer? Good camper. Die vent heeft een annihilator. Yeah. Zit er nog één? Had ze daar, joh? Ik heb een deploy beacon daar gezet. Ah, hey. Enemies. Lekker scheef. En dat is blijkbaar ook een enemy, die zou ik niet aankomen. Oké. Okay. Ik slaag net die enemy uit. Even kijken of ik het beter kan. We've lost the advantage.
Waarschijnlijk ben ik nog slechter met dat ding. Misschien moet ik even eerst zelf ermee kunnen raakschieten. Voordat ik iemand anders ermee ga uitlaken. En misschien is het wel een S-kap met die 12 oog shotgun. Of ik weet niet hoe dat ding heet. Het is een shotgun, is best irritant. Een soort haymaker van Black Ops 3. En is best een beetje irritant. Kan ik zeggen. Is er een enemy in de buurt? Nee? Oké, jawel. Oké, er waren meer enemies in de buurt. Kutzooi. Katsidari. Vieze veulen. Yo, heb ik. Slide voor de confirm! Ik stond al achter de muur, boys. Ik stond al achter de muur. Ik sta 21-13 op zich. Op zich is het niet slecht. Maar op zich doe ik het wel slecht. Eigenlijk allebei. Ik ben op nul. Ik doe het een beetje van allebei goed. Ik ga een beetje van alles goed gewoon. Ik ga goed en goed gaan. Ik ga goed en slecht gaan. Dus ja, op zich. Ik doe niks verkeerd. Weet je wat het ook is, hè? Als je een beetje die enemies gaat afslachten, worden die enemies heel hard gedemotiveerd. En dan gaan ze de game niet meer spelen. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat Call of Duty fucking veel spelers bleef behouden. Maar, want als ik bier zou gaan en heel dit nuclear zou droppen, dan zou ik niemand meer spelen. Want iedereen weet dat ik zo goed ben. Ik weet niet wat jij daar in die hoek zit te doen. Ik heb ook geen zin om die confirm te pakken. En op dit moment kunnen we weer cheaten. We kunnen weer de muren zien. Ja, dat is nu jammer dat we door de muren kunnen kijken. Oh, yo, doei. Oh. Komt ie aan. Ah, pak hem! Nee, pak hem. Oh, ik had je bijna ook nog, vriend. Wauw. Oh, we gaan verliezen. Oh nee. Mocht niet verliezen, boys. Niet verliezen. Komt er waarschijnlijk weer eentje in de trappen campen. Dat wist ik. Hoppa. Oh, what? Oh, ik al bullshit. Dit is harde bullshit. Ah. Het zal wel weer. Zit hij daar in het... Nee, niemand in het... Waar iemand in het raampje? Weer in mijn rug, hè. Nog 45 seconden ongeveer. Als dan nog confirm, we staan achter, boys. Kom op. Niet verliezen, pak die confirms. Confirm this shit, bro's. Confirmen, blijven confirmen. Geloof in de confirms. Kut dan, Highlight. We hebben verloren. 31-19. Kutzooi. We hebben echt één keer onze streaks gehaald. Echt waar, hoe slecht ging ik? Nou ja, deze vent ging weer shinen. Maar eerste potje ging goed. Tweede potje iets minder. Maar willen jullie vaker zien dat ik echt gewoon ga kloten in een potje? Laat het me weten door de comment. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug in Benzo. Bye. Bye.